Wat zou de PvdA volgens u moeten doen om weer die grote partij te worden die ze ooit waren? Ja, zo groot zullen ze waarschijnlijk niet meer worden. Ik denk wel dat de PvdA moet inzetten op onderwijs. En dan nooit weer een blauwdruk als de middenschool. Maar ook geen project weer samen naar school, omdat het een veel te grote beroep doet op de interne differentiatiecapaciteit van welke basisschoolleerkracht dan ook. Er wordt te veel nog gevraagd. Ook binnen het zogenaamde concept passend onderwijs. Niet alle onderwijs is passend en kan ook niet passend gemaakt worden. Nou, dat is één. En twee is de marktwerking in de zorg, die voor met name artsen veel bureaucratische rampslop met zich meebrengt. En deze tijd die gaat ten koste van de patiënt zelf. Er zijn zelfs artsen, zoals hier in Almelo, die afhaken, gewoon hele capabele mensen, die niet meer goed toekomen aan de klacht van hun patiënt. En dat is een ernstige zaak. Die marktwerking die moet uit de zorg. Gaan doen is veel meer een vrijwilligersorganisatie worden als we weer terug willen knokken. Ik ben kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA samen met Astrid Oosenbrug, die er vandaag helaas niet bij kon zijn. En ik ben hier om met een aantal PvdA-leden te praten over de toekomst van de PvdA. Nou, ik denk dat we het vertrouwen moeten terugwinnen van mensen. En vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Dus dat wordt hard werken. Maar waar wij met het voorzitterschap vooral voor willen gaan, is dat we een open partij worden. Dus dat we meer open gaan staan voor wat de leden vinden van onderop. Maar ook voor mensen van buiten de partij. En wat meer duidelijker en uitgesproken onze idealen naar voren brengen. Meer vanuit het gevoel dan vanuit beleid of vanuit ratio. Dit is een verkiezing. Hè? De verkiezing gaat onder de leden. Dus het zijn de leden die uiteindelijk kiezen. Dus ik ben heel blij met deze opkomst dat het leden zijn die komen. Maar uiteindelijk zullen we straks met de gemeenteraadsverkiezing natuurlijk de straat weer op moeten. En de wijken in. Dat deden we al, dat doen we al. Maar wat belangrijk is, en dat kunnen wij vanuit het landelijk niveau en vanuit de vereniging natuurlijk doen, is dat we met een duidelijker uitgesproken verhaal moeten komen. En ook dat verhaal afstemmen ook met wat mensen, ja, wat mensen in het land vinden. Ik zit niet in het Europees Parlement, maar ik werk voor de Europese fractie van de PvdA. Vooral op bankenwetgeving.